Hallo kijkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven de Remus. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te accepteren. Het is maar een gewoon hoesje. Zij is er ook bij, Bea. Hallo. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Dat heb ik al gezegd. En vergeet ook niet om een belletje te drukken. En ja, mensen. En dus... abonneren heb je niet gezegd. Och ja, abonneren. Oeh ja. Het is hot, mensen. En voor de vlog voor zaterdag, dus de vlog die ik dan vrijdag aan het maken ben, die komt dan zaterdag online, gaat toch wel iets heel speciaals zijn. Mijn schatje weet het al, hè schat? Wat ga ik doen? Toch helemaal iets fout, hè? Ik ga toch iets fout doen, hè? Oh, ja, ik ga dus echt iets heel fouts doen. Nu heb ik jullie echt waterachtig gemaakt. Dus dat is heel goed. Dus jullie moeten zeker, maar ook zeker gaan kijken voor de vlog van zaterdag. Ik ben weer al redelijk laat beginnen te vloggen. Het is alweer al 7:20. Ja, wat een. We staan hier voor een garagepoort. Mijn auto moet weer op groot onderhoud. Dus mijn banden worden zelfs vervangen. Dan... Ik ga even naar uw leg te kijken. Juist, dat wil ik ook nog zeggen. Dus met een vriendin, ik heb mijn woorden uit mijn mond. Wat een lachje. Oké, dan. Ze is zo. O ja, ze ziet dat hierop. Gaat, kijk, Sonny. Krijg je dan schrik? Nee. Ik wil je zeggen. I love you. I love you too. Daar is hem al. Holy shit, man. Holy shit. Het is echt warm. Maar we gaan nu laten, want de man is ook juist aankomen. Dus dan gaan we beginnen aan onze boeleke. Tot straks. Mensen, als jullie deze muziek horen, dat is ook nog een tip naar vrijdag toe. En welke week zitten we? Hint, cue music. Fijn. Call him Mr. Wrong. Call him Mr. Fane. Call him Mr. Rain. Call him Mr. Wrong. Call him Mr. Rain. Insane, it's the same. I wanna run around and I want it now. I want you, after Mr. Fane. I want one of them, and I want it now. I want you, cause I'm Mr. Fane. Then you can run the face, and if you're in the space, think if you're in the space. Know what's going on, that moment's going on. Think we could be just please, can you never see? Don't even come to me, let it just come to me. Let it your heart to break. Let's do this up. Please, clap your, clap your hands. Da 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 da. I need my lover, baby. I need my lover. Ja, dat zag ik in de camera. Ja, dat moet je berichtje maken.
Daphne heeft er juist hoe warm dat het is. Ik heb mijn blouse al lekker uitgedaan. Het is lekker warm buiten. Het is nog fucking hell. 27,5 graden en het is al 8:53. Ho, ho, ho. 18 uur. Wat zei ik? 8 uur. 18 uur. 53, 27 en een halve graad. In de schaduw. Zo mensen, daar is een komen en daar is een gaan, want zij is nu uitgestapt voor te gaan. Morgen vroeg neem ik de Q&A op, die ga ik hier dan ook nog aan elkaar koppelen en dan ga ik daar wel de shout-out doen. Ik ga nu nog even zwaaien naar mijn schat. Ah. Wou ze al doorgaan? Zonder mij nog een zwaai te geven en nog klein kusjes te geven, ja. Zo ken ik haar niet hoor, zo ken ik haar niet. Nee. En ja, nog lekker op boven blote lijf. Het is nu 21:36 en het is nog altijd warm. 24 graden. Wat gaat dat geven? Deze avond, deze nacht voor het te slapen. Dat gaat hard zijn. Dat gaat heel hard zijn. Dus dan weten jullie dat. Dus morgen vroeg neem ik integraal de Q&A op. Dan ook kijk ik nog wat chatten met de chatters op Discord. En dan ga ik terug richting mijn schatje. Als ik het heb gemonteerd. En dan... moet ik nog eens een keer terugkomen om het dan te uploaden. Ja, er staat nog redelijk wat te doen voor deze vlog helemaal in orde te krijgen. Want gisteren is er dus geen vlog online gekomen. Ik had het ook, ik ga het eerlijk hier toegeven, ook in deze vlog, waarom dat er eigenlijk geen vlog online is gekomen gisteren. Ik had het dus redelijk moeilijk, omhoog van Chris. Ja, Chris, wou alle contact via mij verbreken, maar het is nu allemaal terug in orde. Morgen ga ik ook even naar haar toe. Juist, morgen ga ik naar haar toe. Om 5:00 moet ik kinder zijn, dan weet ik dat ook al. Het is allemaal iets. Dus vloggen ook anders. Ik kan dan nog hopen dat het nog op tijd klaar is met renderen. Dat ik hem nog kan uploaden. En daarna richting Chris vertrekken. Maar sowieso ga ik ook nog mee naar douchen. Dus. Weer al over een volle lijn gereden. Want ik moet dringend naar de wc, dus ik rij ook op mijn limiet. Dat is echt de maximum limiet hier, 70 km per uur. Maar deze rijdt hier geen 70 km per uur en dat is een dame. Amai man. En dan zo terug afremmen. Ah nee, het was een man. Zijn hier op de dames, hè? Dimitri zegt hier op de dames. Oké. Ik ga je wel één ding zeggen, hè? De dames kunnen natuurlijk wel in het verkeer. Echt wel. Echt wel. En waarom heb ik er ook geen muziek? Ah. Oké, wat voor muziek, man. Was er op de foute radio? Dat wil ik ook wel weten. Hola, duifje. Welke nummer is dat weer? Eens even denken.
Ja, hier. Voilà. De inkom is gratis. Ah ja, de inkom is gratis. Als je zelf wil. En wie weet wordt het wel de grootste party die we ooit hebben gehad. Vrijdag 26 juni. De Foute Party in quarantaine. Bouw samen met Q-Music het feestje van het jaar. Tijdens de livestream op al onze kanalen. Wil je nu al in de sfeer komen? Luister dan deze maand naar Q-Music. What I want and I want it now. I want you. And then Mr. Fane, Mr. Fane, call him Mr. Ron. Call him Mr. Fane, Mr. Fane, Mr. Fane. Call him Mr. Rain. Call him Mr. Ron. Call him Mr. Fane, Mr. Fane, Mr. Fane. And I want him, what I want, and I want it now. I want you. As I'm Mr. Fane, I want what I want, and I want it now. I want you, as I'm Mr. Fane. No, oh, what I want, and I want it now. I want you, as I'm Mr. Fane. I want what I want, and I want it now. I want you, as I'm Mr. Fane. Oh yeah, en welke liedje gaat nu komen? Nee, die ken ik niet van buiten. Dus ik ga hier nu ook voor de dag af te ronden, ga ik nog zeggen wat ik nog ga doen. 1 is naar de wc gaan. 2 is naar Enzo Knol kijken. En 3, ja, morgen vroeg, als ik al wakker ben, anders morgens vroeg, ga ik direct beginnen ook aan de Q&A, dat dat ook in orde is. Dat dat helemaal van de baan is. En daarna ga ik ook al beginnen te renderen. Daarna ga ik het ook nog proberen up te loaden. Dus bij deze. Is dat Chris Voorman? Voor mij. Ik weet het niet. Ah nee, die heeft dezelfde merk als auto als ik. Juist. Dat is een ander merk. Dus ik ga jullie laten. Ik zie jullie allemaal bij de Q&A terug. Kijkers, en welkom weer op een Q&A die wel opgenomen is op een andere dag. Dus dan weten jullie dat. Waarvan, ja, ik heb gisteren de tijd er niet meer voor gehad, want het was al na 10 uur en dan moet het hier ook stil zijn. Ik zal even de vragen beantwoorden op Discord. Van Dr. Heusens, wanneer kunnen wij een Psycho TV mondmasker kopen voor 50 euro per maand? Maak ik dan reclame voor u? Daar heb ik al een en ander al rond te zeggen. Dan moet ik ook bedrijfsheer hebben gevolgd. Dus voor een eigen bedrijf op te starten. En dat ik dan ook in orde ben met de btw, de boekhouding en cetera, cetera, en cetera. Dus ik wil echt altijd in orde blijven om met Psycho TV. Dus ik wil niet naar de verkeerde kant opgaan. Bij deze. Dan BRMT MRCHL. Wat gebeurt er met 1000 abonnees? Er was dus een livestream op 1000 abonnees. En wat ik dan ook bedoel met UpDog, dat weet ik niet wat je daarmee bedoelt. Dan Kiever, kun je ons wat meer vertellen over de periode toen je in de ISIS zat? Heb ik nooit bij gezeten en dat zal ik ook nooit doen. Dan Jonas, dag Dimi. Ik moet zeggen dat zowel ik en Lorane, of Lorane, aangenaam verrast waren in verband met de uitspraak van de naam Lorane. Lorane werd deze keer juist uitgesproken als Lorane. Bedankt hier voor Jugens Lorane en haar zussen Lauren, Lorange en Laurens. Oké. Okay. Remco, wanneer maak je nog eens kratij flamantij? Binnenkort, als Bea hier nog eens bij mij mag thuis blijven slapen, zal ik dat ook nog wel eens maken en zal ik dat nog wel eens filmen. Dan Benverdik, ik denk dat je kratij blaratij bedoelt, Ad Remco. Dan Remco, juist, sorry, had me mistaped. Dan Benverdik, kan gebeuren, makker. En dan klassieke Suzy. De vragen van Eddie de Futurist werden in de vorige Q&A gewoon snel ontweken en beantwoord met... Dat weet ik niet, of nee. Ik vind dat je ongehoord grof uit de hoek komt tegen Eddie. Je behandelt hem als een stuk vuil. Waarom doe je zo tegen hem? Hij heeft al een paar keer een waarschuwing gehad dat hij geen reclame mag maken.
in mijn chatroom. In mijn chatroom is gewoon voor te chatten. Ik heb ook een reclame channel. Daar mag je zoveel reclame maken als je wilt. Punt uit. Bij deze, dan weet je dat. Niet in de chatroom. Dat geldt ook zo met de bot games. Je hebt een bot commandos en bot games. Bij bot commandos kun je kijken welke commandos dat de bots allemaal hebben voor in de bot games channel te activeren. Hey, doe je dat in de chatroom, dan kun je geriskeerd worden om een kick of een ban. Bij deze zijn jullie allemaal gewaarschuwd. Dimitri, waarom wordt IT de prioritist benadeeld? Dus bij deze heb ik dat nu ook wel even uitgelegd waarom dat ik zo kwaad ben op Eddie. Waarom post je de hele tijd fake subreddit op Discord? dit is mijn echte account, BRNT. En dan weer op Dr. Heusens. Waarom kunnen jullie geen kinderen maken? Moesten jullie toch een kind willen adopteren? Van welk land zou deze dan zijn? Van Afrika! Waarom? Waarvan dat ik zie dat daar heel zwaar de armoede leidt. En dat ik daar zo... ik kan er niet zo wat tegen. Ik ben er heel eerlijk om. En dan van de kinderen te maken. Dat doen we bewust niet omwille van de financiële kant. Dan Eddie, de futurist. Kan je een overzicht geven vanuit welke geografische gebieden je abonnees komen? Dat zal ik wel eens binnenkort eens doen. Dat zal ik wel eens gaan een opzoekingsfeit doen en dan zal ik dat ook wel eens zeggen in mijn Q&A. Dan M.M. Schrik van Bils. Wilt je eens meewerken aan de nieuwe video voor Inspecteur Chapeau? Dan moet je mij maar gewoon maar inboeken. Achter mij vragen naar de prijzen en dan zal ik die wel. Dan kom ik wel eens langs. En dan BRMT. Misschien is het een idee dat J en M.M. Schrik van Bilze samen een liedje gaan zingen. Ik denk het niet. Dan Schrik van Bilze weer al. Oké. Dan boven zijn de pins. Is dit de echte Macho Man? Ben echt een grote fan van u. Bij deze heb ik dat ook gezegd. Dan Remco. Ik ben al jaren fan van de Schrik van Bilze. Wat een eer om u te ontmoeten. Bij deze. Dag allemaal. Hopelijk werkt die mee aan de inspecteur Chapeau. Dan zien jullie uw twee helden samen. Gewoon mijn inboeken. info@suikertv.be. Timmy, wil je eens een groeten doen aan mijn nonkel? Hij noemt Abdul Fattah al-Ghahil of zoiets. Bij deze heb ik dat gedaan en dat doe ik geen tweede keer. Kiever, is het waar dat je uw 420ste vlog destijds gevierd hebt door wiet te roken? Nee, want ik heb het opgezocht. Wat is jouw mening over necrofilie? Dat is met dus seks hebben met doden. Dat doe ik dus niet aan mee. Eddie. Dan opnieuw, hey Eddie. Hoe kan ik Psychocoins laten starten op mijn rekening? Gaat niet, want dat is een botgame. Dat is een virtueel geld. Dus nepgeld. Is het, dan Kiever. Is het waar dat we binnenkort gaan moeten betalen voor abonneren op PsychoTV? Nee. Jullie moeten nooit gaan betalen voor te abonneren op PsychoTV. Bij deze. Dan Eddie. Lukt het jou 8 min 2 gedeeld door 1 tweede plus 1 is, I don't know, ik weet het dus niet. Ik weet het echt niet. Dan Eddie, de futurist. Hoeveel kilo bench pressed je, Dimi? Ik weet niet wat je daarmee bedoelt. Dan Remco, ga je haar verven wanneer 2000 abonnees hebt? Zo ja, welke kleur? Dan wil ik dat wel in het rood doen. Tetten of bellen? Dr. Heustens, tetten. En dan de Schrik van Bilze. Kunt je tips geven hoe ik de Chinese kijkers kan bereiken? Ik zie uw kanaal echt snel groeien en wil dat ook. Ik weet niet hoe ik het heb gedaan. Dat is zo in één keer spontaan begonnen. Wacht hè. Ik ga het ook even iets doen. Even een kabel insteken.
voilà, bij deze is dat gebeurd. Zelf voor mijn gsm. Want ik moet mijn vlog ook dan nog helemaal in elkaar steken. En dan nog hopen dat hij nog wat dik gaat klaargeraken. Dat gaat zo een angstaanjagende opdracht zijn. Want op mijn camera, daar staat het al... Oh, er staat redelijk wat fragmentjes. Ja, ja, delete. Ja. Oké, knippen. 2,17 gigabyte ben ik nu aan het verplaatsen, heel snel. Psycho TV, YouTube, vlog, nummer 882. Voilà, bij deze. Oké, dan ga ik verder. Zou je ook Indische kijkers kunnen bedanken? Ik geloof dat je het... is het in Tunesisch? Ik kan het dus ook niet uitspreken. Kun je geld wisselen voor Psycho Counts? Nee, omhoog van dit is een gewone pot en dat is nep geld. En daar kan ik niks aan veranderen. BRNT, kun je eens een reactievideo maken op een filmpje van Macho Man? Dat kan ik wel eens doen, ja. BRNT, ik zou graag willen stoppen met wiet roken. Heb je misschien tips voor mij? Gewoon te afblijven. Bij deze, gewoon echt te afblijven. Hoe moeilijk dat het ook is. En nooit meer teruggaan naar waar je het ging kopen. En ook niet naar de dingen gaan teruggaan. Teruggaan van, alleen hoe moet ik het zeggen. Naar de locatie waar je het hebt gedaan, waar je wiet hebt gerookt. Want van die stoffen zitten daar nog rond te dwarrelen. En dan krijg je weer een goesting en dan zit je weer al vertrokken. Hoeveel... Prins koeken krijgt je in één keer in uw mond. Ik denk maar twee. BRNT. Met wie van deze Discord zou je het liefst een wandeling maken? Heb je al eens Updog geprobeerd? Wat is die de Updog? Wat is dat? Ik zie dat vaak terugkomen. Updog. Ik weet niet wat dat betekent. Dan even iemand te uitleggen wat Updog betekent. Dus ik kan daar niet op beantwoorden. Ik ga heel graag wandelen met Chris. Nog altijd. Sophie 21. Hey Dimitri. Ben al even een fan van je vlogs. Maar zojuist pas Discord aan je mind. Vroeg me af of we wat meer van jou, van je auto kunnen zien. En dan vooral je achterbank. Is het een beetje comfortabel? Ja, dat is een beetje comfortabel, de achterbank. Ja, ja. En dan platvis. Dus hey Dimi, als je een vriend zegt dat hij meegaat fietsen, maar dan kom je een dag ervoor achter dat hij naar zijn vriendin gaat. En dus niet mee fiets, mag je die vriend dan in elkaar slaan? Nee, nooit fysiek geweld gebruiken. Er kan wel eens een woordenwisseling gebeuren, maar geen fysiek geweld gebruiken. Bij deze. Dan gaan we over naar de YouTube comments. Yay! En ik heb ze allemaal gesloten, denk ik. Ja. Fuck. Ik heb dus heel even YouTube helemaal dus afgesloten. Dus ik had alles al laten laden. Noem maar op. En dan sluit ik het gewoon leuk af. Dan moet ik het weer even heel snel doen. Hupsatree. Oh, wacht. Nee. Zo gaan we dat niet doen. Hupsatree.
Oké, vlog nummer 881, 7 reacties. 8, dubbelpunt, 45. Dimitris, heb je B achtergelaten of weggestuurd? Je bent plots alleen weg. Nee, dus op dat moment was ik was aan het wallen in een fan. Zij kon even niet meer. Dus dan heb ik gezegd, wacht daar aan de straatkant. Ik heb me daar een pin gemaakt op mijn Waze-app. Dus mijn GPS-app. En dan ben ik gewoon eerst zelf naar de auto zo snel mogelijk gewandeld. Dus echt op mijn snelste tempo. Dan in mijn auto gestapt en dan Bea terug gaan ophalen. Dus ik heb Bea niet achtergelaten. Dus daarbij. Dan Mike H. Mooie nieuwe intro, Dimi. Ik vind dit de beste tot nu toe. Alleen die muziek erbij kan wel beter, vind ik. Oké. Dan Jonas Ilsbroeks. Brandnetelsoep. Dat is lekker, hé man. Gevaarlijk om een keel aan te netelen. Heb je dat al meegemaakt? Ik heb nog nooit een brandnetelsoep gegeten. Dat geef ik eerlijk toe. Dan Jonas. Schulensmeer is een leuke plekje. Dat weet ik al. Elise. Gaan wij eens wandelen? Ik kan namelijk heel goed wandelen en ik ben een leuk gezelschap. Oké, dat is goed. En Bea, wat moet die dan doen? En dan Elise, Jonas, die laten we thuis. Ja, ja. Elise 23 was op Gees en dan Lubas. En welkom weer op een... En dan zitten we aan vlog nummer 880. Briefnus. Die heeft Chinese tekens gepost, waar ik dus niet aan uit kan. Dus wat gaan we dan doen? We pakken dan Google erbij. Google.be. Dan vertalen. Enter. Dan taal herkennen. Naar Nederlands toe. Hallo Chinees publiek, je vindt het echt leuk. Dat is dus de vertaling. Luister goed. 中国观众您好，您真的很喜欢。中国观众您好，您真的很喜欢。 En dat betekent... Hallo Chinees publiek, je vindt het echt leuk. Voilà. Bij deze is dat dus ook verteld. Kiva SP, een kajakday is echt een geweldig idee, Dimi. Dan gaan we dat dus organiseren. Jonas Ilsebroek, kan je meer pranks doen? Vindt het heel goed, dit heel goed doet. Je zit echt een Lubas. Lubas, oh ja, ben ik echt een Lubas? Waarom staat er 6004 naast uw deur? Waar heb je dat gezien? PRNT. Zet daar eens een tijdspanne op, dank u. En welkom. Dan gaan we door naar vlog 879. Daar zijn 4 reacties opgekomen van Bram van Reuzeveld. In de genoten van deze uitgebreide en zeer gedetailleerde timeslap dimming. Doe zo voort. Dankjewel. Echt waar, dankjewel. S-Docs, wanneer een pretbike vlog, winkelvlog of iets interessanter? Binnenkort. Binnenkort, S-Docs. Binnenkort. Mike H. Mooi thuislapjes. Dankjewel. Elise, 23 jaar. Ik wil ook wel eens rijden bij u. Oké, kom dan gewoon eens af. En dan zullen we eens samen eens gaan rijden. Maar Bea zal er wel dan bij zijn. Bij deze. Als morgens vroeg. En dan gaan we door naar vlog 878. Jordi van Naken. De laatste 5 minuten zijn goud. Willen we vaker zien. Dan Maika. Coole vlog, Peter. Ja, ik ben Peterschap geworden. Jonas Ilsebroek. Timmy, pas ook op dat Alice u niet hoort met uw muziek in de auto. Hé. Anders mocht je binnenkort uw auto niet meer in. Ha, 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 ha. We zijn weer al goed aan het spammen, blijkbaar, ergens. Ik weet niet waar, maar ja, maakt niet uit. Dan, BRNT.
Op welke tijdstip in het filmpje is de verrassing? Ah, wel, dat was dus dat Yuri daarin voorkomt. Dat is op tijdspannen. Oh, mooi weer vandaag. Kijk eens. Voor de examen te... Dus we gaan nu naar het volgende punt toe. Oh, hallo. Hallo, kijkers. 06, ziet je hem zitten? De Yuri! Voilà, daarbij. Elise, 23 jaar. Je ziet er goed uit in de vlog, Demi. Dankjewel. Vooral op het begin van de video. Dankjewel. Brings Tim. Verrassing! Wie is dat nu weer al? Ah ja, dat is hij. Ja, ja, ja. Ik ken hem. Dat is mijn ex-bovenbuurman geweest. Hey makker, ten eerste proficiat met de peterschap. Ik ben blij. Maar dan ook zeer blij voor u. Dankjewel, Jonas. Bij deze is dat ook weer gezegd. Daarnaast heb ik toch nog een klein vraagje voor de Q&A. Wat vind jij eigenlijk van mensen die politieke partijen steunen zonder te weten waar die voor staan? Dit wil ik nu echt wel eens van u weten. Laat even uw mening hierover weten. Bij deze is mijn vraag gesteld. Wel, ik ken ook niks van de politiek. Ik stem ook maar op een politieke partij voor gewoon te veraf te zijn. Bij deze. Stem ik goed? Ja, ik zeg altijd, ja, ik stem op Vlaams Belang. Waarom? Eén, ik heb er gewoon één reden om, omdat ik op Vlaams Belang stem. Ik weet niet hoe ze werken allemaal, ook niet die van de... Ik weet zelfs niet welke partij, SPA, ik denk dat er ook nog aan bij zit, hè. SPA, Groen en al. Oké, maakt niet uit. Maar, ik zeg gewoon op Vlaams Belang, omdat Bjorn Roesbeek vroeger ook in Jongs Vlaams Belang heeft gezeten en altijd ja, voor hem ben geweest. Daarom dat ik ook nog altijd zeg, ja, ik stem op Vlaams Belang bij deze. Is het ook rechtgezet. Ja, ik ga... En dan, de 1000 abonnees livestream, is er maar één, één reactie op die zetel kan ik wel wat. Op die zetel kan ik wel wat. Ah, oké, dat is goed. Ja, kom maar dan maar eens af. Wow, sorry als jullie oortjes wat pijn doen. Dan gaan we over naar vlog 876. Daar zijn 5 reacties opgekomen. Ben verdikt. 1.55. Iedereen behalve jij. Jij ziet iedereen aan te halen. Oké, over wat dat dan? Iedereen rijdt echt heel rustig. Daar ben ik wel blij om. Oh, je moet dat dus zien. Echt waar, man. Oho. Ja, dat was dus over die regen. Dus ja, ik heb dus echt gezet iedereen in te halen. Ik zat niet iedereen in te halen. Ik zat ook heel rustig te rijden. Op die stukje, ben verdekt, mocht je normaal gezien 120 km per uur rijden. Ik reed op dat moment nog maar 90. Elise, 23 jaar. Ik word geil van hoe je op die wc zit. Oké, dan. S-Docs. WC-vlogs, eigenlijk ordinair, Dimi. Uw kaka horen vallen. Ja, ik weet het. Elise vond ik wel iets hebben. Elise, 23 jaar. Haha, zeg S-Docs. Oké. En ik ben aan het draaien. Dan gaan we over naar vlog 875. Daar zijn 2 reacties op gekomen. Uw voormalige schat, zeg gewoon uw ex. Oké, zal ik zeker volgende keer opletten, heb ik dan op gereageerd. Dan hallo, you... De vlog komt later online, daar is 2 reacties opgekomen. Aan is back. Nee, kom aan, ik wacht al de hele dag. Oké, dan. Dan ben verdikt, is dat uw blouse van Bobby Janand, wat daar op de achterbank ligt, neemt dat is een andere blouse. Dat was die niet van Bobby Janand. Die ligt nu in de kast. Die is veel te warm om nu aan te doen. Oh my fucking god. Niet te abonneren op... Naar 874 vlog. Daar is 1 reactie op gekomen van Pater Pleun. Ik heb...
in de krant gelezen dat Demon abonnees gekocht heeft. Alhoewel, dan moet je zeggen in welke krant dat je dat hebt gezien. Bij deze is de Q&A gedaan. Bij deze is ook de vlog nu volledig gedaan. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronderaan niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet ook niet naar www.cycletv.be te gaan, want die website is volledig integraal vernieuwd. Zeker een kijkje nemen. En vergeet ook niet op het belletje te drukken en op de abonneerknop te drukken. Dan zie ik jullie allemaal weer al morgen terug. Salut, yo, bye bye, zwaai zwaai.